Na het succes van Parappa the Rapper is er nu een soortgelijke van Enix, Busta Groove. Hoewel Busta Groove op Parappa lijkt, is het toch niet zomaar een kloon. Dit spel heeft een gameplay waar de speler exacte knoppencombinaties moet uitvoeren hoe ze op het scherm komen. In dit spel kan je kiezen uit 10 personages. Deze zijn Heek, Ham, Kelly, Shorty, Hiro, Pinky, Gezo en Kitty. Er zijn 4 verborgen personages. Capoeira, Robo Z, Colombo en Burger Dog. Elk van de 10 karakters heeft zijn eigen muziekstijl, gaande van hip-hop, industrial, house, dance, disco en latino tot techno. De speler heeft een danslevelbalk waaraan je kan zien hoe goed je doet in het houden van het ritme en het uitvoeren van de bewegingen. Hoe beter je danst, hoe voller het balkje zal zijn en camerastandpunten kan bekijken van elk personage. De Dance View Mode is enkel toegankelijk wanneer je 12 stages hebt uitgespeeld en alleen voor de personages waarmee je de stages hebt volbracht. Gaan als je goed bezig bent. Het strandhuisje van Frida kan je letterlijk plat dansen. De graphics zijn super. Elk karakter bestaat uit polygonen en zijn gerenderd bijna tot in de perfectie. De dansers bewegen net zoals mensen door gebruik van motion capture. Hiro, een van de personages, is de virtuele tweelingsbroer van John Travolta in Saturday Night Fever. Hij danst net zoals Travolta, maatpak inbegrepen. Busta Groove is beter dan Parappa the Rapper door zijn blijvende speelbaarheid, meeslepende muziek en prachtige 3D-gerenderde graphics. Het is ook beter door het feit dat je met 2 kan spelen. De manier waarop je kan freestylen en dat je niet altijd de knoppencombinaties moet uitvoeren hoe ze op het scherm komen. Busta Groove is ten zeerste aangeraden aan de Parappa-fans die iets meer verwachten van een spel. Alles ook aan degenen die houden van muziek, dansen en natuurlijk ook games. Je zal zeker van dit spel kunnen genieten. Busta Groove scoort 95. En die vecht met King. Nina tegen Round dan Nina maar. Niks is minder waar. Nina zal de techniek hebben en. En de snelheid ook wel. En de snelheid ook. En ja, kan zo daar. King te snel af zijn. Pre-combo. Hola, dat is nog eens wat een beweging. Die King uitvoert daar. Dat moet hard aankomen en het blijft maar duren. Met de victory bomb. Het blijft maar duren, Nina. Ja, victory bomb. Dat is om even niet goed van te zijn, dacht ik zo. Ja, we zien het ook aan de groene lijn die bijna op is met ja, Nina. Toch wel een goed recuperatievermogen, want ze komt meteen terug. En slaat haar King tegen de vlakte. Maar het mocht niet baten. 1-1. Ja, begint daar direct met een breakcombo. Knap uitgevoerd. Ja, King. De tijger barst in hem los, dat mag gezegd worden. Gaat ze weggooien. Opnieuw ja. Die houtgrepen. En waar gaat zij belanden? Op de grond uiteraard. En dat moet hard aankomen. King zet voort. Laat zich op. Maar mist daar wel zijn slag. Maar ook Nina, die laat zich niet zomaar doen door King. Maar moet hier Round toch wel four. Het onderspit delven. Hij gaat tegen de vlakte. Het is 2-1. Een spannende partij toch wel. Nina nog 1 slag misschien en ja. Inderdaad, King tegen de vlakte. Nina wint deze partij tegen de ongelooflijke kracht toch wel van King met 3-2. V-Rally 99 van Eden Studios komt binnenkort uit voor Nintendo 64. De rallyklassieker van PlayStation heeft er wat nieuwe circuits en auto's bij.
V-Rally kan je kiezen tussen drie spelopties. Arcade, Time Trial en Championship. In de redelijk moeilijke arcade mode race je tegen de tijd. Eerst kies je de arcade stage. Onderweg kom je meerdere checkpoints tegen die je moet halen voordat je tijd op is. Medium right. Checkpoint. Medium left. Easy left. Checkpoint. In de time trial mode race je om de beste tijd neer te zetten. Hier kies je natuurlijk eerst op welk circuit je wilt oefenen. Go. Medium right. In de championship mode moet je een volledig kampioenschap uitracen dat uit meerdere stages bestaat. Na alle stages wordt een eindtotaal gemaakt van je behaalde plaatsen. Leer je een race uit 7 merken kiezen. Bij de WRC of de World Rally Class auto's kies je uit 4 verschillende vierwielers. De derde klasse zijn de extra auto's. Hier krijg je standaard de Ford Escort V-Rally. Elke auto is anders en zal ook net iets anders reageren op het parcours. Verschillende parcours zijn mooi afgewerkt en spelen zeer vlot af. Mooi zijn ook de verschillende weersomstandigheden die zeer realistisch overkomen. De gameplay is goed, maar je zal toch wat moeten oefenen vooraleer je de controle van een WRC rallywagen wilt bezitten. De soundeffecten zijn goed afgewerkt en de aanwijzingen van je co-piloot zijn praktisch onmisbaar. Medium right. Van ons krijgt V-Rally 99, 93% op graphics, 88% op sound en 89% op gameplay. Dit geeft een overall rating van 90%. Dat is uiteindelijk, opletten toch, de bedoeling van dit spel om zo snel mogelijk beneden te geraken. Internet. Proficiat, we hebben een BV. Toen ik een aantal vrienden in het buitenland, dat was wel leuk dat die dat dan. Mijn voorliefde is nog altijd radio. En op radio? En op radio doe ik nog altijd de afrekening op zondagmorgen. Dan worden. Alle bewegingen van je karakter en van de baddies zijn gemotion captured en zijn daardoor beangstigend reëel. Dit game verschijnt eind dit jaar voor PC en PlayStation. Het door goed doordachte tactische beslissingen. Deze game bevat een 50-tal scenario's. Heb je toegang tot het internet, dan kan je in multiplayer met 16 tegelijkertijd het game spelen. De ongeduldige cheaters onder jullie krijgen nu Strictly PC-cheats. Eerst deze week win je met Explode de volgende prijzen. 1 game Silicon Valley, de Tekken 3.